Goedemorgen en welkom weer bij mijn nieuwe vlog. Vandaag ga ik al mijn eten van de hele dag proberen te filmen. Het is nu 8 uur 's ochtends, dus ik ga als eerst laten zien wat ik dan altijd doe. Dus jij gaat mij helpen met shaky maken? Ja! Wat doen we er dan altijd in? Pindakaas en banaan. Dat zijn de lekkerste dingen, ja. En havermout doen we elke keer, mama! Even laten zien wat we wel echt doen elke ochtend, toch joh? Ja, deze. Nee, ik lust dat niet. Deze dan. Ik lust gewone melk en soja lust ik ook. Lust je soja ook? Ja. Sojamelk. Loop. En omdat Jola het wil, gewone melk. Nou ja, magere. Loop. Loop. Dik joh. Ik hou van dik. Anders kan je hem haast niet drinken zo dik. Maar ik hou niet van water doorheen. Drink daar erbij. Doe me lekker veel. Ja, zit er al. Havermout erbij. Ja, doe me lekker veel. Salalala. Oké. En dan, normaal doen we ook nog besjes en zo, maar die hebben we niet vandaag. Dus banaan. En pindakaas. Banaan. En pindakaas. En pindakaas. Daar komt de pindakaas. Lekker een lepeltje pindakaas. Oké, en nu gaat hij mixen. Maar mag ik die lepel aflikken? Straks? Ja. Oké. Deze erop. En daar gaat hij. Film je het? Ja. Super lekker. Ja, echt super lekker. Salut. Zeker één handje, maar ook echt super goed als knabbeltje voor onderweg. Ik was op paardrijden, dus eventjes niet thuis. Wel handig om even wat te knabbelen bij me te hebben. En dus ga ik deze meteen even uittesten. De Bites We Love. Dus daarvoor op het moment dat ik niet thuis ben en dat het dus handig is als ik straks trek krijg en van paardrijden krijg ik altijd super veel trek. Dus ik heb 2 zakjes bij me met 2 verschillende smaken en die zal ik straks even gaan uittesten. Nou, is dit het proberen?
even het lekkerste van alles. Oeh. Even een tussendoortje maken. Rijst en broccoli en nog een salade erbij, even wat dingetjes bij elkaar maken, want Lin en Daan komen eten, dus we moeten even wat een beetje bij elkaar gaan maken, kijken wat we er allemaal van kunnen brouwen, hè? Lekker! Wat vinden jullie ervan? Terug. Dus we gaan vast even wat eten. Nou, wat eten wij? Spruitjes met zilvervliesrijst. Ja, Jola die heeft er een lekker sausje bij. Ja. Speciaal voor jou. Maar jij niet? Nee, ik doe er een beetje citroen overheen. Dat vind ik ook lekker. En ik eet straks waarschijnlijk nog wel even wat met hun mee. Dat staat ook nog lekker te buttelen. Dit is een soort van broccoli, paprika. Sausje. Broccoli, paprika, en mais, en kip natuurlijk. Tomaat. En dan de mix knor, kapje kip erbij om een lekker smaakje aan te geven. Vooral voor hun. Voor mezelf vind ik dat en nog een sausje. Dat is voor jou, ja, dat sausje. Hè? Dan is jouw spruitjes wat lekker. Er zit ook nog in paprika en ook nog een. Nee, er zit al best wel veel op. Dank je. Zo is het wel goed hoor. Oké. Eet smakelijk, liefie. Eet smakelijk, het is super lekker. Ja? Doe hem gewoon maar. Ja. Oh, ga je dat andere ook nog eten? Ja. Lekker! En dan gaat het even warmer worden. Hallo! Ik sluit hem ook nog even af met de avond voordat ik ga slapen. Je hebt natuurlijk weekenddagen dat ik wel eens chips eet. Ja, ook ik eet dan wel eens een hele zak op. Maar vandaag is het gewoon een normale dag. Dus ik laat zien hoe dat normaal dan gaat. Nou, 's avonds neem ik dus altijd een shake voordat ik ga slapen. En ik wil het wel eens vergeten, maar zeker op de dagen dat ik getraind heb, neem ik echt een eiwitshake in de avond. Dit is onze la thuis, met alle shakes en dingen. Eerlijk gezegd weet mijn vriend er meer van dan ik. Althans, ik weet wel het meeste wat is, maar hij gebruikt het niet. Dit is dus het meeste van ons assortiment op dit moment. Ja, de snelle eiwitten zijn op, dus die moeten we weer even bestellen. Maar en dit is compleet iets, chocoladesmaak. Maar deze, die had hij dus laatst gekocht. Die is echt lekker, lekker, niet normaal. Echt de allerlekkerste die ik ooit heb gehad. Even kijken wat er eigenlijk in zit. Meestal checkt mijn vriend dat wel goed voordat hij dit bestelt. Waarvan suiker 3,9. Oh, nou dit is gewoon wel een prima goede shake. Zeker voor hoe lekker die is, want hij is echt
Wow, super lekker. Dus die ga ik even nemen. Hier zit dus ook 9 gram eiwitten in op de 100 gram. En het is een pakje van 500 gram. Dus als je dit hele pakje op zou eten, dan heb je ook voldoende eiwitvitamine. Maar dit eet niet zo heel lekker weg. Dus wat ik ook kan adviseren, je kan hier ook een shake van maken. Gooi het in de blender. Gooi je water bij. En eventueel wat fruit. Banaan maak je bijvoorbeeld lekker zoet mee. En dan is het gewoon een heerlijke shake. Wel genoeg water erbij doen, want anders is hij een beetje te dik. Sst. Ik had eigenlijk aan mijn vriend beloofd om deze niet te vaak te gebruiken. Want hij heeft maar 1 pot besteld en hij is zo super lekker. Dat ik hem wel ga gebruiken. Want hij is gewoon zo lekker. En dan moet hij maar lekker nieuw bestellen. Oh ja, ik zal nog even laten zien. Dus geen reclame of zo. Weet ik veel. Ik zou zeggen, zoek het op en bestel het. Want ik heb echt heel wat eiwitshakes weggewerkt. En dit vind ik gewoon de allerlekkerste. Het is gewoon echt net een milkshake. Lekker. Ja, het is dus geen promotie, hè, dit. Nou. Shake drinken en good night. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat je volgende week weer kijkt. Mocht je nog vragen hebben of leuke andere reacties betreft jouw voeding, reageer dan even hieronder. En ja, natuurlijk ook zou ik het super leuk vinden. Het is de eerste keer dat ik het vraag. Maar ik heb geleerd dat ik het moet vragen, want dat is beter voor video's en zo. Duimpje omhoog of duimpje omlaag, laat het me maar weten. En ik hoop zo dat als jullie mij volgende week weer zien in mijn nieuwe vlog, dat die eindelijk weg is. Wat is dit? Goedemorgen. Ik drink 's ochtends altijd een glaasje water. Wat doe ik in de appie telkochten?